lange editie van het 8 uur journaal. Het 8 uur journaal met Pia Dijkstra. Goedenavond, het nieuws van maandag 19 augustus. Dramatisch verzet tegen staatsgreep in Moskou met harde hand aangepakt. Janajev neemt taken van afgezette Gorbatsjov waar. Jeltsin roept Russen op niet te wijken en wil staking. Geschokte Bush noemt staatsgreep ongrondwettelijk. De staatsgreep in de Sovjet-Unie waarbij president Gorbatsjov is afgezet lijkt geslaagd. Met harde hand proberen de nieuwe machthebbers het resterende verzet de kop in te drukken. In Moskou en Leningrad is de noodtoestand afgekondigd en de twee steden zijn onder militair gezag geplaatst. Volgende week maandag moet het Sovjet-parlement de ingrepen van vandaag goedkeuren. Vicepresident Janajev heeft, althans naar buiten toe, de touwtjes in handen genomen. Michail Gorbatsjov, zo zei hij, is moe en rust uit. Hij wordt in het zuiden van ons land behandeld. Waarschijnlijk is Gorbatsjov in zijn vakantiehuis op de Krim onder huisarrest geplaatst. Duitsland heeft om een bewijs gevraagd dat hij nog in leven is. En dat bewijs is nog niet geleverd, al heeft Janajev in een brief aan bondskanselier Kohl geschreven dat Gorbatsjov in veiligheid is. Fel en dramatisch verzet in Moskou tegen de staatsgreep. Maar door de censuur is niet te peilen hoe groot het verzet landelijk gezien nog is. Dit zijn beelden uit Moskou waar duizenden mensen tegen de staatsgreep en de tanks in de straten demonstreren. De spil van het verzet is Boris Jeltsin, de president van de grootste republiek, de Russische Federatie. Boris Jeltsin zelf klom onverschrokken op een tank om een menigte demonstranten voor het Russische parlement toe te spreken. Jeltsin groette de bemanning van de tank vriendelijk en noemde vervolgens het afzetten van Gorbatsjov in strijd met de grondwet. We zijn absoluut zeker dat onze соотечественники niet дадут утвердиться произволу и беззаконию, потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом. Проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. До выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке. Maar het is de vraag of de oproep van Jeltsin veel effect heeft, want door de censuur zijn deze beelden nergens in de Sovjet-Unie zelf te zien. De aanwezigheid van het leger heeft in Moskou tot woedende reacties geleid. Met gevaar voor eigen leven werd geprobeerd de tanks tegen te houden. Op andere plaatsen riepen mensen leuzen tegen het comité voor de noodtoestand en voor Boris Jeltsin. In naam leidt Gennady Janajev dat comité voor de noodtoestand in de Sovjet-Unie, maar waarschijnlijk is hij niet de nieuwe sterke man. Janajev, die sinds 8 maanden vicepresident van de Sovjet-Unie is, wordt gezien als een conservatieve maar kleurloze partijbureaucraat. In het comité zitten verder onder meer de minister van Defensie, Dmitri Jazov, premier Valentin Pavlov, minister van Binnenlandse Zaken, Boris Pugo en het hoofd van de geheime dienst KGB, Vladimir Kruchkov. Volgens waarnemend president Janajev wil van alle leiders alleen Boris Jeltsin de chaos en verval laten voortduren, al noemde hij hem niet met name. Я могу сказать, что в целом создание комитета и попытка комитета вывести страну из того кризисного положения, в которое она находится, поддерживается. Считаю, что призыв к всеобщей бессрочной забастовке это безответственный призыв, и мы, видимо, не можем позволить себе такой роскоши, когда страна находится в хаосе, еще играть какие-то политические игры, потому что в конечном счете эти политические игры в основном оборачиваются против нашего многострадального народа. In een decreet dat het comité voor de noodtoestand eerder had uitgevaardigd, zijn strenge maatregelen afgekondigd, maar ook beloften gedaan.
Elke vorm van demonstratie en verzet is verboden. Organisaties en partijen die toch protesteren worden ontbonden. KGB en speciale ordentroepen krijgen grote macht om, zoals het heet, broedermoord en burgeroorlog te voorkomen. En zo nodig komt er een uitgaansverbod. De perscensuur is totaal. De meeste kranten zijn verboden. De resterende 9 en ook radio en tv zijn volledig onder controle van het noodcomité geplaatst. Om de steun van de bevolking te krijgen zijn prijsverlagingen beloofd en loonsverhogingen. Voorlopig zijn lonen en prijzen bevroren. De democratische en economische hervormingen gaan door, is verder beloofd. Het is niet de bedoeling dat de bedrijven weer helemaal onder staatscontrole komen. Op deze beelden van 3 augustus verscheen Michail Gorbachev, voor zover bekend, voor het laatst voor de tv-camera's. Toen kondigde hij aan dat morgen, 20 augustus, 9 van de 15 Sovjet-republieken een nieuw Unieverdrag zouden tekenen. Met minder macht voor Moskou en meer voor de afzonderlijke republieken. En dat verdrag is hem misschien wel noodlottig geworden. Gorbachev ging met vakantie naar zijn buitenhuis op de Krim en vermoedelijk zit hij daar dus vast. Hoe de stand van zaken op dit moment in Moskou is, hoort u van onze correspondent Peter Damekoer. Van hem kregen we zojuist een bijdrage via de satelliet binnen uit de Russische hoofdstad. Wat vele Sovjetburgers in hun hart misschien gevreesd hebben, maar gehoopt hebben dat het nooit zou gebeuren, is vandaag dan toch gebeurd. Tanks in de Sovjet-hoofdstad Moskou. Vele Moskovieten zijn aan het begin van de avond naar huis gegaan en de straten liggen er in grote delen van de stad verlaten bij. Het staatscomité tot uitvoering van de noodtoestand lijkt op dit moment het heft stevig in handen te hebben. De volking reageert apathisch op wat er vandaag is gebeurd. Als men al weet wat er vandaag is gebeurd, want de centrale televisie en de centrale radio zijn de enige bronnen waar op dit moment de Sovjetburgers hun informatie vandaan kunnen halen. Bijvoorbeeld de Russische televisie en de Russische radio, ook wel in de volksmond de Yeltsin radio en televisie, is vandaag uit de lucht verdwenen. De mensen moeten het dus stellen met de informatie van het staatscomité. En dat houdt het erop dat men heeft ingegrepen om verdere anarchie in de samenleving te voorkomen en rust in de samenleving te herstellen. De wereld spreekt van een staatsgreep, maar volgens het comité onder leiding van de nieuwe machthebber Janajev is gewoon keurig de Sovjet-grondwet toegepast. Als de president ziek is, zegt een artikel, valt de vicepresident voor hem in. De Sovjet-bevolking kreeg dat vanmorgen rond 7:15 op zakelijke toon via de tv te horen. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР. Dit is een decreet van de vice-president van de Sovjet-Unie. De gezondheidstoestand van president Gorbachev staat hem niet toe zijn plichten als president te vervullen. Op basis van artikel 127.7 van de grondwet heeft de vice-president Janajev vanaf heden de taken van de president op zich genomen. Kentmaking panzerwagens in het centrum van Moskou. Het eerste machtsvertoon van de nieuwe leiders. Even later wordt al duidelijk dat de beperkte persvrijheid in de Sovjet-Unie niet meer wordt geduld. Troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de zogenaamde Zwarte Baretten, bezetten een lokaal televisiestation. Ook een buitenlandse cameraploeg wordt het werken onmogelijk gemaakt. Het eind van de ochtend. Tientallen tanks rukken op. Onder andere naar het parlement van de grootste Sovjet-republiek, de Russische Federatie. De angst voor een gewelddadig ingrijpen neemt toe. Maar voor het parlement komen de tanks tot stilstand. Binnen zit de president van de Russische Federatie, Boris Yeltsin. Tijdens een geïmproviseerde persconferentie tart hij de nieuwe machthebbers. Уже сам этот приказ, состоящий там из 9, по-моему, пунктов, сразу говорит, куда эти авантюристы хотят толкнуть нашу страну, вернуть народ. Наш опять в пучину беззакония, которые неоднократно, конечно, были уже в нашей стране. In de Baltische republieken die naar onafhankelijkheid streven, bezet het leger de belangrijkste strategische plaatsen. President Landsbergis van Litouwen heeft de bevolking tot een vreedzaam protest tegen de militaire aanwezigheid opgeroepen. Toch heeft niet iedereen de staatsgreep veroordeeld. Op straat wordt verschillend gereageerd op het nieuws. Я вам прямо скажу. Еще время наш придет.
придет наше время. Вы рады, да? Что... Я очень рад, очень рад. Этот товарищ, видимо, из 30... Отец его, наверное, в 37-м году арестовал и расстрелил, поэтому он рад за этот переворот. Я думаю, что это ужасно. И какие последствия? И последствия будут очень ужасными и трагическими, я думаю. Снятие Горбачева является большим ударом по демократии вообще. А приход коммунистов к власти может привести к возврату 30-х годов и восстановлению коммунистической диктатуры. Moskou vanmiddag. Het Rode Plein lijkt een militaire vesting. Het machtsvertoon van het leger wordt steeds groter. Maar ook het verzet. Demonstraties breiden zich uit en de acties worden grimmiger, emotioneler. Sommige soldaten verontschuldigen zich en zeggen dat ze alleen maar een opdracht uitvoeren. Er zijn geen berichten dat troepeneenheden geweigerd hebben de orders uit te voeren van defensieminister Jazov, die ook deel uitmaakt van het noodcomité. De beelden die het Westen hebben bereikt laten alleen emotioneel verzet in Moskou zien. Maar bijvoorbeeld ook in Leningrad legt niet iedereen het hoofd in de schoot. Ook daar zouden barricades zijn opgeworpen. En ook in de Baltische republieken wordt verzet gepleegd. Verontrust, maar ook uiterst behoedzaam reageren politici over heel de wereld op de staatsgreep in Moskou. President Bush heeft elke Amerikaanse hulp aan de Sovjet-Unie bevroren en is van zijn buitenverblijf teruggekeerd naar het Witte Huis. Op zijn vakantieadres in Kennebunkport toonde hij zich volledig verrast door de coup die hij ongrondwettelijk noemde. On a coup of this matter, you never know what's going to happen. I think the Gorbachev is as surprised as anybody, obviously. And let's just remain open on this as to whether it's going to succeed or not. Bush prees de rol van Gorbachev bij de internationale ontspanning en riep de Sovjet-Unie op met name de ontwapeningsverdragen te blijven eerbiedigen. President Gorbachev is clearly an historic figure, one who's led the Soviet Union toward reform domestically and toward a constructive and cooperative role in the international arena. And it's important to keep in mind the enormous changes that have taken place towards openness, towards reform, the changes in Eastern Europe, the newfound cooperation with the United States and others in the Gulf, and many other areas. There's a whole new era of cooperation, and we don't want to see that change, obviously. De EG-ministers van Buitenlandse Zaken komen morgen voor spoedoverleg bijeen in Den Haag. En daar is op dit moment minister Van den Broek. Minister Van den Broek, goedenavond. Waar wilt u als EG-ministers morgen naartoe in die spoedzitting? Wat moet daar uitkomen? Het spreekt vanzelf dat onder deze ernstige omstandigheden de 12 bijeenkomen en een duidelijk signaal in de richting van de Sovjet-Unie zullen willen afgeven. In de eerste plaats stelling zullen willen nemen tegen deze staatsgreep naar klassiek model, die als volstrekt in strijd kan worden beschouwd met alle internationale afspraken die er over veiligheid en samenwerking in Europa eerder met de Sovjet-Unie zijn gemaakt. Daarnaast zal ook voor de korte termijn worden bekeken wat met de economische ondersteuningsprogramma's moet worden gedaan. Ik neem aan dat collega's het eens zullen zijn dat op dit moment je nauwelijks weet aan wie je die steun precies geeft en wat aanleiding zou kunnen zijn om die hulp te bevriezen. Ik vind dat we moeten bespreken wat in het kader van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking de 35 landen van Europa, inclusief de Verenigde Staten en Canada, moet worden ondernomen om duidelijke signalen in de richting van de Sovjet-Unie uit te geven. En ik neem aan dat ook deze dagen ook de NAVO-ministers zich over de situatie zullen buigen. Ja, wat betekent dat concreet, meneer Van den Broek, als u het over de CVSE en de NAVO hebt? Denkt u aan iets op militair terrein? We hebben op 19 juni jongstleden, dat is dus betrekkelijk kort geleden, een besluit genomen tot instelling van een zogenaamd crisismechanisme. Nou, mij dunkt dat er toch alle aanleiding is nu om ook de Sovjet-Unie op te roepen, de eerdere afspraken gestand te doen en een comité van hoge ambtenaren van de 35 landen bijeen te laten komen om zich van door de Sovjet-Unie op de hoogte te laten stellen van wat er precies aan de hand is, wat men precies voornemens is te doen en hoe men denkt, met name de afspraken die in het kader van diezelfde conferentie zijn gemaakt, ook na te komen. Want dat hier sprake is van een vertrouwensbreuk, dat lijkt me duidelijk. Ja. Hebt u al een beetje een idee wat dit verder voor consequenties kan gaan hebben? Bijvoorbeeld voor de situatie in het Midden-Oosten en de vredesconferentie daar?
Nou, iedereen speculeert hierover. Natuurlijk in de allereerste plaats wat dit gaat betekenen voor de Sovjet-Unie zelf. En of hiermee nu een einde zou zijn gekomen aan het proces van hervormingen en met name ook van democratisering. Maar zoals u terecht opmerkt, ook voor andere situaties in de wereld waar met de Sovjet-Unie werd samengewerkt om bepaalde spanningen op te lossen. Nou, de vredesconferentie over het Midden-Oosten, die voorzien is tot op dit moment voor rond midden oktober, daar zouden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gezamenlijk als zeg maar toezichthouders en uitnodigers optreden. Zal dat onder de huidige omstandigheden nog mogelijk zijn? We hebben op afzienbare termijn, een week of drie, een mensenrechtenconferentie in Moskou gepland. Je moet je toch serieus afvragen of onder de huidige omstandigheden een dergelijke conferentie wel doorgang kan vinden. Ik denk aan de landen in Centraal- en Oost-Europa, ja, die buitengewoon ongerust moeten zijn over deze ontwikkeling en met wie we ook vandaag contact hebben gezocht en die ongetwijfeld een beroep op de Europese gemeenschap zullen doen om hun inspanningen om te komen tot die hele nauwe samenwerkingsakkoorden, om die te verhogen en de afsluiting van die akkoorden te versnellen. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen. Ik denk ook aan landen in Azië en haarden van conflict daar, waar ook met name door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie werd samengewerkt om tot oplossingen te komen. Dat staat nu voor het moment in ieder geval op losse schroeven, in weerwil van toezeggingen van de kant van de Sovjet-Unie dat ze hun internationale verplichtingen zullen nakomen. Meneer Van der Broek, ik dank u hartelijk. Onze verbinding is een beetje vertragend, daarom hoort u misschien niet meteen dat ik wil afronden. We hebben hier verder geen tijd meer voor. Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage. Vooruitlopend op het gezamenlijke EG-standpunt, morgen dus, waren er in verschillende Europese hoofdsteden nu al bedroefde geluiden te horen. De Britse premier John Major reageerde als eerste. There seems little doubt that President Gorbachev has been removed from power by an unconstitutional seizure of power. There are constitutional ways of removing the president of the Soviet Union. They have not been used. Major raadpleegde in Downing Street zijn voorgangster Margaret Thatcher, die persoonlijk bevriend is met Gorbachev. We hold up the defense cuts to see what will happen, and we're totally behind those who believe in democracy in the Soviet Union, and we hope that they will manage to rally and their views will prevail. Duitsland maakt zich zorgen over de 370.000 Sovjet-soldaten die nog in de vroegere DDR gelegerd zijn. Al heeft het nieuwe bewind in Moskou beloofd dat de terugtrekking van deze troepen gewoon doorgaat. Bondskanselier Kohl sprak al in begrafenistermen over de afgezette Sovjet-president. We weten welk grote bijdrage Michail Gorbachev zur Überwindung des Ost-West-Gegensatzes en ook insbesondere zur deutschen Einheit erbracht hat. Wir, die Deutschen, sind ihm zu bleibendem Dank verpflichtet. Ook de vroegere Oost-Europese satellieten treuren over het verdwijnen van de man die het hen mogelijk maakte zich uit de communistische greep te bevrijden. De Tsjechoslowaakse president Havel benadrukte dat de oude tijden nooit kunnen weerkeren. Jsme přesvědčeni o tom, že vývoj na cestě k demokracii je i v Sovětském svazu nezvratný a že demokratické síly budou nakonec slavit úspěch. De NAVO heeft de hele dag in Brussel vergaderd. Keren de oude tijden van de Koude Oorlog nu terug, vraagt het bondgenootschap zich af. Al heeft de KGB, de Sovjet-veiligheidsdienst, geruststellend laten weten dat de bereikte ontwapeningsakkoorden zullen worden gerespecteerd. Later deze week houdt de NAVO nog een extra ministersvergadering. Het gaat allemaal over Michail Gorbachev. In 1985 werd hij secretaris-generaal van de Communistische Partij. Maar hij voorzag toen al dat hem als hervormer in die functie alleen geen lang leven beschoren zou zijn. Michail Sergejevich Gorbachev, de man met het andere gezicht. Anders dan Brezhnev en Tsjernenko wilde hij de Sovjet-Unie in een andere richting sturen. De buitenwereld maakte pas in 1984 kennis met Gorbachev, toen op bezoek bij Margaret Thatcher. Enkele maanden later werd Gorbachev, met zijn 54 jaar de Benjamin van het Politbureau, aangewezen als opvolger van de overleden Tsjernenko. Vrijwel onmiddellijk zette hij een nieuwe politiek uit, die rustte op twee pijlers. Perestroika, hervormingen, en glasnost, openheid. Doel was een einde te maken aan de al tientallen jaren durende stagnatie.
Daarvoor gold tenminste één voorwaarde. Bezuinigen op de defensiesector. Dat zou Gorbachev talloze vijanden opleveren. Nieuwe betrekkingen met de VS waren ook nodig. Baanbrekende onderhandelingen met president Reagan resulteerden in het INF-verdrag, als gevolg waarvan duizenden raketten konden worden vernietigd. Bij de VN kondigde Gorbachev de eenzijdige terugtrekking aan van grote aantallen troepen en tanks uit Oost-Europa. Woorden gevolgd door daden, ook in Afghanistan, waar een lange oorlog eerloos werd beëindigd. De in het buitenland immens populaire Gorbachev kondigde ook het einde aan van de Brezhnev-doctrine. Oost-Europa mocht op eigen manier hervormen. En starre partijleiders als Erich Honecker werd door Gorbachev de wacht aangezegd. Met onbedoeld gevolg, want korte tijd later zou Centraal-Europa met het Oostblok breken. De Koude Oorlog leek daarmee voorbij. Met bondskanselier Kohl kwam de Kremlin-leider overeen dat de twee Duitslanden herenigd konden worden. Aanmerkelijk slechter ging het aan het thuisfront. De economische hervormingen bleven steken in goede bedoelingen of werden gefrustreerd door de conservatieve bureaucratie. Met de schappen leeg daalde de populariteit van Gorbachev tot een dieptepunt. De hervormingen leidden ook tot herleving van nationalistische ambities in Georgië, Armenië en de Baltische staten. De opstanden werden in de kiem gesmoord, maar één ding was duidelijk: de Sovjet-Unie stond op springen. Eén man profiteerde van de onvrede: Boris Yeltsin. De laan uitgestuurd door de conservatieven, stapte Yeltsin ook op als lid van de partij. Niet lang daarna werd hij gekozen tot president van de grootste republiek, Rusland. De conservatieven zaten niet stil en eisten actie tegen het dreigende uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Voor Shevardnadze was dat reden om af te treden als minister van Buitenlandse Zaken en te waarschuwen voor een dreigende staatsgreep. Met moeite kon Gorbachev zich bevrijden uit de verstikkende klem van de conservatieven. En in het voorjaar bekeerde hij zich weer tot zijn hervormingskoers. Maar als gevangene van de conservatieven kon Gorbachev niet vermijden dat hij politiek en fysiek in een isolement raakte. Wel slaagde hij er nog in om samen met Yeltsin het akkoord te sluiten over grotere zelfstandigheid van de republieken. Een doorn in het oog van de KGB en het leger. Het verdrag zou morgen ondertekend worden. En vorige maand nog kon hij met Bush het startverdrag ondertekenen. Maar ook dat verdrag moet vooral worden toegeschreven aan de politieke wil van Gorbachev persoonlijk. Niet aan de instemming van de conservatieven in de communistische partij. En al helemaal niet aan de maarschalken, generaals en officieren in het Rode Leger. Uithangbord van het nieuwe reactionaire regime is Gennady Yanayev. En hij weet zich gesteund door een formidabele coalitie van KGB, leger, binnenlandse zaken en niet te vergeten de conservatieve sleutelfunctionarissen binnen de communistische partij. Yanayev, 54 jaar oud, is een typische apparatschik, uitvoerder van partijbesluiten. Hij staat bekend als een uitermate rechtlijnige communist met de spotnaam de Rhinoceros. Yanayev werd afgelopen zomer gepromoveerd tot lid van het Politbureau. Maar in december weigerde het Sovjetparlement hem nog te kiezen tot plaatsvervanger van Gorbachev. De president moest toen zelf al zijn gewicht in de schaal leggen om Yanayev toch gekozen te krijgen. En Gorbachev deed dat met de woorden: ik heb iemand naast me nodig die ik kan vertrouwen. Vertrouwen dat hem nu noodlottig lijkt te zijn geworden. Direct na zijn uitverkiezing bevestigde Yanayev een man van het ware communisme te zijn. Letterlijk zei hij: tot in het diepst van mijn hart ben ik een overtuigde communist en niemand die dat kan veranderen. Ook de andere mannen achter de staatsgreep stammen uit de orthodoxe school. In de eerste plaats is dat Vladimir Kruchkov, van wie lange tijd is aangenomen dat hij loyaal was aan Gorbachev. Maar vooral in het laatste jaar heeft hij zich kritisch uitgelaten over de buitenlandse politiek van Gorbachev. En in het complot zit ook de huidige premier, Valentin Pavlov. Hij heeft het Westen er de laatste maanden van beschuldigd de Sovjet-Unie economisch te chanteren en op de knieën te dwingen. En dan is er natuurlijk de minister van Defensie, Dmitri Yazov. Hij heeft zich vooral gestoord aan het gestage verval van de militaire betekenis van de Sovjet-Unie. Vooral na de teloorgang van Oost-Europa. Nog een belangrijke steunpilaar in het nieuwe staatscomité is Boris Pugo. Tot voor kort hoofd van de KGB in Letland en sinds afgelopen jaar minister van Binnenlandse Zaken. En tenslotte heeft de staatsgreep ook de expliciete steun van de partij zelf. Dat blijkt uit de betrokkenheid bij de coup van Oleg Baklanov, die secretaris is van het Centraal Comité en plaatsvervanger was van Gorbachev als voorzitter van de uitermate machtige Defensieraad.
Een krachtige staatsgreep dus, op de dag dat Gorbatsjov terug zou keren van zijn vakantie. Naast me Sovjet-deskundige André Gerrits. Wat nu, meneer Gerrits, terug naar zeg maar het oude conservatieve communisme? Nou, ik denk het niet. Zoals de val van Groeschow ook geen terugkeer naar het Stalinisme betekende, denk ik dat deze lieden niet terug willen naar de periode voor Gorbatsjov. Ze willen misschien zelfs een deel van zijn hervormingen doorzetten, maar dan wel in een situatie zoals zij dat noemen van recht en orde. Met andere woorden, Moskou neemt besluiten en die moeten in de hele Sovjet-Unie worden uitgevoerd, weer. Ja, Janajev heeft geprobeerd een mooie draai te vinden aan dat afzetten van Gorbatsjov. We kijken daar eventjes naar. Well, let me say that Mikhail Gorbachev is now on vacation. He is undergoing treatment in the south of our country. He is very tired after these many years, and he will need some time to get better. And it is our hope that Mikhail Gorbachev, as soon as he feels better, will take up again his office. At any rate, the policy that was initiated back in 1985 by Mikhail Gorbachev will be continued by all those present here. Ja, niks aan de hand, zegt Janajev. Neemt u dat serieus? Nou, hij moet het wel zeggen, want Gorbachev is formeel niet afgezet. Hij is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, inderdaad met ziekteverlof gestuurd. Maar het spreekt voor zich dat dit geen gevolg is van een ziekte van wie dan ook, maar een gevolg van politieke verschillen van mening. Ja, de nieuwe machthebbers hebben aangekondigd, er gaat niks veranderen, internationale verdragen leven we na. Maar zullen ze nog die internationale steun kunnen blijven krijgen na dit gebeuren? Ik denk dat je het onderscheid moet maken tussen buitenlandse politiek. Daar zullen ze inderdaad zoveel mogelijk proberen de verdragen die gesloten zijn, de lijn Gorbachev, door te zetten. Binnenlandse politiek is iets anders. Ze zeggen wel dat ze de lijn van Gorbachev voortzetten, maar in een situatie van recht en orde. Maar ze hebben met hun eigen daden hebben ze het eigenlijk onmiddellijk al gelogenstraft. Want de glasnost, de openheid, is in feite al afgeschaft vandaag. Want meteen was de persvrijheid weg. De persvrijheid bestond niet meer en de Sovjetburgers zagen al niet meer wat het buitenland nog wel over de Sovjet-Unie zag. Ja, er wordt nu dus zeg maar met harde hand geregeerd. Dat proberen ze, maar kijk, je moet onderscheid maken naar twee zaken. Dat wat ze willen en de wijze waarop de Sovjet-samenleving zal reageren. En het grote probleem is, hoe zullen ze proberen die verschillende republieken, waarvan er een aantal zichzelf al onafhankelijk verklaard heeft, hoe zullen ze proberen die republieken weer in het gareel te dwingen? En ik ben bang, maar het is een voorspelling, ik ben bang dat dat niet anders kan dan met behulp van grof militair geweld. We moeten dat afwachten. Dank u wel, meneer Gerrit. Wereldwijd zeer heftige reacties op de effectenbeurzen na het afzetten van Gorbachev. Dollar en goud schoten omhoog, maar de aandelenkoersen kelderden overal met procenten tegelijk. Op de beurs van New York, Wall Street, ging de koersbarometer, de Dow Jones Index, in het eerste uur ruim 100 punten naar beneden. Later krabbelden de koersen weer wat bij en enkele ogenblikken geleden stond de index op een verlies van 60 punten. In Tokio daalden de koersen vanmorgen vroeg, direct na het bekend worden van het nieuws, 6%. In Amsterdam was de koersdaling gemiddeld 4,5%. En op de belangrijke beurs van Londen bleef het verlies beperkt tot 3,5%. In Frankfurt werd gemiddeld maar liefst 9,4% op de aandelen verloren. Het was een hectische dag vandaag op alle financiële markten in de wereld. Op de beurs in Tokio brak in het laatste uur van de handel vanochtend vroeg paniek uit toen bekend werd dat president Gorbachev was afgezet. En op de Amsterdamse effectenbeurs werd bij de aanvang van de handel een maatregel genomen om de onrust zoveel mogelijk in te dammen. De maatregel moest voorkomen dat een koers ineens te scherp zou dalen. Dreigde dat te gebeuren, dan werd de handel in het betreffende fonds voor minimaal 15 minuten stilgelegd. Als u zich realiseert dat we vandaag ongeveer een kleine 17.000 transacties gedaan hebben, hebben we zo'n ongeveer 10 à 15 keren moeten toepassen opdat er een koers wordt ingebracht die afweek, te veel afweek van de vorige tot stand gebrachte koers. Kunt u zeggen dat de maatregel gewerkt heeft? Wij denken dat deze maatregel zeer goed gewerkt heeft. Toch voorkwam het niet dat de koersen omlaag gingen. Sommige fondsen raakten guldens kwijt. Alles bij elkaar opgeteld was er een totaalverlies van een paar honderd miljoen gulden. Velen, vooral particuliere beleggers, wilden van hun stukken af door de onzekere situatie. Op de valutamarkt speelden zich hectische tafereelen af. De dollar fungeert nu als vluchthaven. Deze grafiek laat het grillige verloop van de koers zien van vandaag. De Amerikaanse munt steeg met 7 cent naar 2,5 gulden in Amsterdam. Centrale banken interveneerden om de stijging af te remmen door dollars te verkopen.
Het was beperkt vandaag, maar handelaren verwachten een grotere gecoördineerde actie van de centrale banken als de dollar snel blijft stijgen in de komende dagen. Tot zover onze berichtgeving over de staatsgreep in de Sovjet-Unie. Na dit bulletin gaat NOS Laat verder in op de achtergronden. En dan nog het weer tot slot met Peter Timofeev. Het valt allemaal nog wat tegen en dat komt door dit hoge drukgebied. De opbouw in de richting van onze omgeving is minder dan aangenomen. Daardoor blijven wij met die westelijke stroming zitten en een aanvoer van bewolking vanaf de oceaan. Maar toch zet die ontwikkeling door. Woensdag wordt het hoge drukgebied boven het midden van Europa verwacht. En wij krijgen een zuidelijke stroming waardoor de bewolking wel op afstand kan worden gehouden. Vanavond en vannacht valt er een enkele bui, wordt ongeveer 14 graden. De westelijke wind is matig, maar het Waddengebied af en toe krachtig, windkracht 6. Ook morgenochtend kan er nog een spat vallen. Zien we op de volgende kaart. Kan nog een spat vallen. Maar geleidelijk wordt het vanuit het westen droog en dan krijgen we nog een redelijke hoeveelheid zon. Ongeveer 21 graden. En de westenwind is morgen in het algemeen matig. Nou, na morgen gaan de temperaturen een flink stuk omhoog. We krijgen behoorlijk wat zon, maar tegen het weekeinde weer kans op onweer. Dit was het 8 uur journaal. Het volgende journaal is om 10 uur. Goedenavond.